Mijn fascinatie voor de lelie is dat het een bloem is die vele mogelijkheden heeft. En zeker in een boeket of in een arrangement. Het is een bloem die als knop heel mooi is, maar daarnaast ook als bloem, als die openkomt, heel mooi is. En dat geeft mij toch een bepaald gevoel. Mijn thema vandaag met de lelie is vergankelijkheid. En ik ga daar althans een decoratie van maken met één enkele lelie en wat bladmaterialen. En ik heb voor het bladmateriaal heb ik gekozen voor de Aspidistra. En voor de lelie heb ik gekozen voor een mooie gele lelie, die ik persoonlijk eigenlijk gesloten het mooiste vind. En dat vind ik qua vorm goed uitkomen. Aspidistrablad is een materiaal wat gewoon heel sterk is en heel makkelijk lang droog kan liggen qua materiaal. We gaan er een vormpje van maken. Dat wil zeggen dat we hem gaan draaien. We pakken hem naar boven toe. We pakken hem over. Draaien hem door. We gaan er een nietje in doen. En eigenlijk om hem mooi af te werken, draai ik hem even om. En gebruiken wij onze koudlijm. Een speciale lijm die eigenlijk voor bloemisten is ontwikkeld. Waarin je dus eigenlijk bloem- en bladmaterialen heel goed kunt verlijmen. Zorg dat je het goed verspreidt over het blad. Wacht heel eventjes met het verder plakken. Dan droogt de lijm namelijk iets in. En betekent dat je dan de vorm heel mooi kunt dichtlijmen. Waarbij je dus eigenlijk een klein toetertje krijgt. En het bovenste gedeelte, dat klap je dicht. Dat klap je eigenlijk naar binnen. Even goed aanduwen, dat is altijd heel belangrijk dat het goed vast zit. Ik had er al een paar meer voorbereid. Dat je ook echt ziet, die kunnen we gebruiken als blad waarin je hem doorpakt. Of dat je zegt, ik laat hem doorvouwen naar binnen. Dat is een eigen keus. En de volgende stap is dat we eigenlijk het steeltje gaan verwijderen. Ik gebruik meestal een Stanley mes, is altijd lekker scherp. Kijk, dat je een heel mooi wondje maakt. Niet afknippen, maar gewoon een mooi wondje maken, dat vormpje ook weer mooi meespeelt in de schikking. Goed, dan pakken we de lelie. De volgende handeling. Aspidistrablad. We gaan zorgen dat wij het Aspidistrablad over de steel heen kunnen schuiven. Dat is altijd even een beetje een inschatting maken, hoe dik is die steel. En dat knip je dan af. En ik schuif hier je materiaal door de steel naar de bloem toe, zodanig dat die bloem er mooi in gaat vallen. Altijd heel voorzichtig even kijken dat je niks kapot trekt. Kijk dat die mooi aansluit op die lelie. En dan pakken we een tweede. Ook weer aanknippen, even weer inschatten van wat de dikte van die steel is. Dat gaat er weer omheen. Dan schuiven we naar boven toe. Wat we doen inderdaad is nu de volgende handeling, het vastlijmen. Dat betekent dat hier wat lijm op doen. En dan ga je kijken van hoe kan dat blad het mooiste om die lelie heen. Nou, ik zeg hem, op deze manier zet ik hem erin. Kijk dat hij inderdaad mooi de lelie insluit in zijn blad. Dit noem ik eigenlijk het inwikkelen van de bloem. Als je teruggaat naar de oude Egyptenaren, dan werd een mummie ook ingewikkeld. Die werd ingepakt. En ik zie namelijk de lelie nu ook als vorm, zeg maar. En als bloem pak ik hem in om toch een beetje dat thema vergankelijkheid naar voren te laten komen. Pak een volgende blad. Zorgen dat we weer wat lijm gebruiken. Ik vind groen altijd een hele belangrijke kleur. En blad en groen is de basis van ieder bloemstuk. En dan is inderdaad de bedoeling dat je als familielid zeg maar deze bloem kunt neerleggen op het graf. Een beetje mooi gegroepeerd bij elkaar. Mag toch wel op elkaar liggen. Dat geeft toch een heel mooi effect en een rustig effect voor de nabestaanden. Zeker voor het materiaal. En ik vind dat de lelie daar heel mooi in past als bloem zijnde.